Yo, kijkers van mijn kanaal, van is weer tijd voor een nieuwe Fall Guys video. En ja, ik ben hier alweer van het vliegen. Ik weet nog niet zo waarom eigenlijk, maar dat is teken van te laden alweer. Als jullie willen dat deze video meer en meer online komt, laat het gewoon even gerust even weten in de reacties. En ja, gaan we weer beginnen met deze video, want we hebben nog wel een paar minuutjes, denk ik, nog wel de tijd. Ik weet niet zeker, maar laten we gewoon nou beginnen met deze video. En jongens en meisjes, we zitten al met 35 aan het potje van de 40. Ik vind het helemaal prima. Ja, ik ga proberen ook 8 video's per week ook te uploaden. Dus bijvoorbeeld eentje extra, bijvoorbeeld, als jullie er ook aan uit kunnen. Oh, deze map zien we er al wel een beetje moeilijker uit. Maar ik heb deze game nog maar net ook gespeeld. Ik heb deze game nog maar 1 dag geleden of zo gespeeld. Dus ja, ik vind het helemaal prima. Goed, deze. Dit ziet er allemaal nog wel helemaal prima nog wel uit. Ja, ja, het ziet er helemaal prima alweer uit. Het ziet er helemaal prima alweer uit. 3 keer dat ik het misschien al zeg of zo, maar ik ga deze wel even editen. En mijn wifi is ook niet zo heel erg prima of zo, maar ja, maakt niet veel uit. We moeten hier op bouncen of zo. Ja, ja, we moeten hier sowieso op bouncen. Helemaal prima. Oké, ik moet hier blijkbaar ook vanaf of zo gaan, want anders raak ik er precies nog altijd niet op. Oké, dit is wel een stukje moeilijker dan eigenlijk de andere. Oh, wacht, ik ga hier nog niet zo. Oké, helemaal prima. Ik vind het helemaal prima. Ik weet eigenlijk nog niet wat te zeggen eigenlijk, want dit is misschien ook maar mijn tweede video of zo. Van Fall Guys of zo. Kan ik hierop? Ja, ja, zeker. Oh, wacht, die zijn helemaal nog niet eens nodig. Oké, helemaal prima. We zijn bijna volgens mij aan het einde. Het is wel een beetje wel geglitcht, maar maakt niet zo heel erg veel uit. Het is wel een heel klein beetje wel geglitcht, denk ik. Maar ik ben er bijna volgens mij. Ik zie nog niet zo'n map, maar ook, hè. Volgens mij zijn we er hier bijna, denk ik, ook nog eens op. Nou ja, jongens en meisjes, ik ben hier alweer aangekomen. Ja, ik weet nog niet waarom, maar dit gaat denk ik nog een heel tijdje nog wel aan duren, denk ik. Want ik raak hier precies nog altijd niet op, of op het laatste raak ik er zelfs nog altijd niet op. Ik vind het helemaal prima, maar dan, ja, dan ben ik wel helemaal opnieuw misschien gaan beginnen. En daar heb ik niet zo heel erg veel zin in. En ja, dit gaat sowieso een lang tijdje ook wel gaan duren, denk ik. Maar misschien als ik opnieuw ga beginnen, dan lukt het misschien wel. Ik heb geen idee eigenlijk. Oké, als ik terug opnieuw had begonnen, dan lukt het ten eerste wel opnieuw. Ik weet niet waarom eigenlijk. We zijn op dit moment op 9. Op plaats 9. Ik vind het helemaal prima. Wow, joh, metaal is niet zo heel erg goed. Laten we hier alweer. Ja, we. Dit gaat denk ik ook wel een heel lang tijdje over aan duren, maar ik weet niet zeker. We zijn nog altijd op plaats 9. En ik val er dat ook nog eens van af, jongens. Dus maakt nu niet zo heel veel uit. Ik vind het helemaal prima. Dan gaan we dit toch halen. En het is al een ronde over. En ik ben namelijk alweer door. Helemaal top. Als het toch goed is, ik weet niet zeker. En ja hoor, ik ben door. Oké, dat is wel eigenlijk wel grappig dat er nu op dezelfde plaats 8 mannetjes eigenlijk zijn door eigenlijk kunnen gaan. Laten we weer doorgaan naar het volgende potje en dan zie ik hier zo weer gewoon terug. En dit is alweer officieel alweer de map. Ik vind het helemaal prima. Ik heb wel het gevoel dat ik er juist een beetje saai aan het praten was. Misschien ook nu, ik weet het eigenlijk niet. Maar goed, wat gaat er hier allemaal gaan gebeuren? Ik heb geen idee. Wacht, we kunnen... Oké, dat vind ik echt helemaal prima, ook met dat geluidje en alles ook bij. Goed, waar gaan we ergens in belanden? Ik denk gewoon... Oh, wacht, dit is ook nog eens zo. We gaan gewoon even proberen dit namelijk even ook te halen. Oeh, dit heb ik nog nooit niet gedaan eigenlijk, maar ook, hè. Laten we gewoon even dit even proberen ook te halen. Zonder dat dat ding op mij gaat, maar dit is alweer op mij houden. Ik ga nu, jongens. Helemaal prima. Ik vind het helemaal op mijn alweer prima. Wacht, we gaan hier ook naar beneden, helemaal top. Ik kan zo wel letterlijk ook tegenaan. Dit is nu altijd. Oké, helemaal top. Dat ding is wel een beetje raar eigenlijk. Maar dat muziekje is best nog wel leuk eigenlijk. Oké, maar ik ga wel even hier proberen even op te gaan. Ik niet vallen, niet vallen. Dit gaat dus niet. En als ik zo ga, lukt het deze wel, maar ik moet niet van de map afvallen, want anders heb ik een heel groot probleem. Volgens mij lukt het nu wel. En ik vind het nu helemaal weer prima. Ik was er bijna weer vanaf alweer gegaan. Ik vind het niet zo heel erg maar prima. Goed. We zijn hier alweer aangekomen. We zijn bijna volgens mij op het einde, want ik zie al het einde, jongens. Als ik ooit eens zelf ook een map moet maken, laat het gewoon even weten in de reacties. En ik ben alweer gefinished.
Laat het gewoon even weten in de reacties, zou ik gewoon zeggen. En ja, ik weet nog niet wat het zijn eigenlijk, maar wat de hel, hoe doen die gasten dat? Ik heb totaal geen idee. Misschien op R2 of zo klikken, of weet ik veel wat het allemaal is. Maar goed, laten we weer doorgaan naar potje nummer 3. En ja hoor jongens, ik ben alweer door. En daar zit letterlijk ook zo'n mannetje ook te vliegen. Hoeveel mannetjes gaan er nu eigenlijk al af? Toch al 7 zie ik nu net. Ik zie nu al 7 mannetjes dat er alweer weg zijn. En ik vind het helemaal prima. Maar hoeveel? Ja, hoe moet ik het eigenlijk uitleggen? Laat gewoon er maar zitten. Hoeveel potjes gaan we eigenlijk nog kunnen spelen? Ik heb totaal geen idee. Maar goed, laten we weer doorgaan naar potje nummer 4 of 3. Ik weet niet meer zeker. 3 volgens mij, maar ik weet het dus niet echt meer zeker. En dit ziet er zo raar uit. Ik weet niet eens wat ik hier eigenlijk moet doen. Maar ik heb wel al zo'n gevoel wat ik hier eigenlijk moet doen. Want ik zie daar al van die kanonnen en alles. Ik ga gewoon even zien. Oké, dat lukt dus. Blijkbaar dus nog altijd niet. Oeh, dat is bijna van de map af weer afgevallen. Gelukkig is het nog altijd niet gebeurd. Ik moet wel de hele tijd goed concentreren op die schietdingetjes daar. Dus heb ik een best wel groot probleem. Ik ben bijna al 2 keer afgevallen, joh. Ik zal nog altijd eerst dus, of wie dat ook eerst is allemaal staan, ik heb geen idee. Ja, maar volgens mij gaat dit ook wel werken. Als ik zo uit de tijd ook ga lopen. Dus dit is niet zo erg slim wat ik nu allemaal doe, maar ik doe het er wel mee. Ja, volgens mij is mijn internet ook zo slecht als iets. Volgens mij is mijn internet ook zo slecht als iets, maar ik ben er alweer afgevallen. Jongens, dit is echt moeilijker dan je denkt, denk ik. Ja, dat is echt serieus moeilijker dan je denkt, maar ik vind het helemaal prima. Laat het maar gewoon anders zitten, want ik raak het ook nooit niet uit mijn woorden. Maar deze gast hoort echt heel erg raar, die staat gewoon al te stil. Oeh, die gast is er bijna nog eens vanaf ook nog eens gevallen, oké. Okay. En die is er ook vanaf gevallen, oké. Okay. Het is wel heel erg fijn, maar misschien ook niet voor die gast. En de ronde is alweer over, ben ik alweer door? Jongens, heel even serieus, hoe ben ik nog altijd door? Ik heb geen idee. Hoe ben ik nu altijd door, jongens? Ik heb toch geen idee, maar er zijn alweer... wacht even, er zijn 7 mannetjes nu altijd die kunnen doorgaan. Laten we doorgaan naar potje nummer 4 of weet ik veel, 5 of zo. Ik heb geen idee. Jongens, dit ziet er op dit moment al heel erg raar uit. Wat moet ik hier trouwens ook mee doen? Oké, dit moet ik niet indrukken. Wat moet ik hier trouwens ook mee doen? Ik heb totaal geen idee. We zullen het trouwens wel in het potje zelf wel uit gaan zoeken, denk ik. Ik ga gewoon maar rondlopen. Ja, volgens mij is dit gewoon dat we moeten rondlopen, maar ik weet het dus niet echt zeker. Oh, jezus. Oké, ik zie het al. Ik snap al wat dat ze bedoelen. Oké, dit moeten we dus niet de hele tijd ook... Oh, andere kant, dankjewel. Ik ben er nog maar net ook geraakt. Oké, dan moet ik even naar deze kant. Die gast is bijna weer... Ja, anders. Ja, kom op. Ik moet even springen. Nee. Oké, dit werkt totaal nog niet eens. En mijn internet blijft de hele tijd ook zo slecht altijd staan. Ik heb geen idee waarom eigenlijk. Maar, dit is echt het allervervelendste potje eigenlijk van heel de dingen. Hier toch allemaal ook. Ja, het is wel heel erg vervelend eigenlijk. Oké, nu moet iemand in dat intimid er ook nog eens gaan lopen. Oké, helemaal top. En dan staan ze allemaal in het. De gast is letterlijk ook nog eens geraakt. Ik heb geen idee waarom eigenlijk. De gast is volgens mij wel al doorgelopen. Maar ik vind dat mannetje wel echt enorm geweldig. Kijk maar, het is wel enorm wel geweldig. Het is precies ook een kerstmannetje, maar ik weet het niet. Wacht, het is gewoon een kerstboom. Oké. Lijkt op een kerstboom. Ik weet nog niet. Ja, ik weet dus niet echt wat ik net heb gezegd, maar oké. Ik zal het wel zien dat dit, dat ik het kan uitknippen afnemen, want ik kan maar 2 seconden uitknippen. En dat is best wel vervelend, maar dit ziet er allemaal nog wel leuk eigenlijk uit. Dit ziet er allemaal nog wel leuk eigenlijk uit. En er is volgens mij een motto voorbij gereden, want ik hoorde het net. Dus dit gaat volgens mij ook sneller en sneller, ik weet het niet echt zeker, maar het is nog 2 seconden. En de ronde is alweer over, jongens. Oké, squats en... Dat ander weet ik niet echt hoe. En we kunnen allemaal doorgaan. Oké, ik vind het helemaal prima. Al hoe dat ik ook ben gevallen. Ik heb geen idee dat ik eigenlijk... Ja, moet ik het eigenlijk uitleggen. Ik heb geen idee. We zitten alweer in potje 7 of 6. Ik weet niet echt zeker, maar volgens mij is dat wel gewoon. Laten we dat weer gaan spelen.
En dan kunnen we weer bijna. Oh, nee. Jongens, dit is vooral heel erg vervelend. Want als je valt en je bent bijvoorbeeld direct al af. Ik zeg maar bijvoorbeeld iets, en dat gebeurt nu al bij mij. Dan is het wel heel erg vervelend eigenlijk. Maar goed, nou waarom moeten we dan? Volgens mij is het hier. Ja, oké, dus wel dat niet. Ik ben er letterlijk ook nog eens vanaf, ook nog eens geduwd. Plus ook nog eens vanaf, ook nog eens geduwd. Maar goed, volgens mij moeten we die oranje dingetjes ook nog eens hebben. Maar ik weet het niet echt zeker. Misschien als die. Ja, het zijn die oranje dingetjes, maar ik weet dus niet echt zeker dat dat allemaal die oranje dingetjes ook zijn. Oh wacht, er zijn ook nog eens roze dingetjes. Ik vind het helemaal prima hier dus. En deze ook, ja. Ik heb net eentje nog eens voor, ook nog eens gedaan voor die andere gasten. En de andere ben ik nog eens vanaf ook nog eens gesprongen ofzo. Ik weet nog niet waarom eigenlijk. Volgens mij was het hier. Oh, daar niet. Ja, hier misschien wel. Nee, ook ja. En misschien al de zesde keer dat ik er probeer al. Ja, dat ik misschien al af heb gesprongen per ongeluk. Die oranje dingetjes blijven ook gewoon ook staan. Hier gewoon, dan hier volgens mij. Kan ik daar ook over? Ik heb geen idee, maar ik ga het ook nu eens uitproberen. Wat kan ik dan hier? Ja, hier wel. Ja, waar nu? Ja, het is naar daar. Oké, oh, dat was heel close. Maar ik heb alweer 7 punten er alweer bij. Helemaal top. Waar is het eigenlijk het volgende potje? Ik ga het direct even uittesten bij jullie. Ai. Oké, dit is echt niet echt te doen dit. Heb ik zo'n gevoel, want ik heb het de vorige keer ook al geprobeerd. En dat is echt niet te doen dit. Je blijft altijd vast of zo haken, ik weet nog niet waarom. Maar goed, hoe gaat dit allemaal eruit komen te zien? Of... Oké, dit ziet er allemaal nog wel anders ook wel uit. Alle mannetjes zweven of zo. Maar goed, hoe gaat dit allemaal werken? Oké, ik zit nu al vast, helemaal top. Wow! Dammit, oké, dat vind ik niet zo heel erg leuk wat er nu allemaal is gebeurd, maar... Ja, ik weet nog niet hoe dat mensen het allemaal doen. Die gast valt ook nog eens, oké. En volgens mij ben ik er ook nog eens uit. Ik weet het niet zeker. En de winnaars zijn deze 3 gasten. Ik vind eigenlijk wel 1 mannetje eigenlijk het wel het raarste eigenlijk van al. Maar dat zien jullie alweer de volgende keer volgens mij. Dus jongens en meisjes, als jullie hebben genoten van deze video, druk gewoon even like op onze kanaal. En doe ook eens verder. En nu gaan we even zo'n dingetje even gaan kijken. Maar goed, dat zien jullie alweer de volgende keer. Tot de volgende keer weer. Bye mensen, bye.